Welkom vandaag. Het is de 20e herdenking van Nederlands-Indië. Het is een organisatie geregeld en georganiseerd van Ad Verdonk. Ad Verdonk en Rita Verdonk is er zelf. En vandaag gaan we eens kijken wie er nog meer zijn namens de genodigden. Mijn vader is een van de oprichters van de stichting. En wij komen dit jaar voor de 20e keer bij elkaar om de 52 omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea te herdenken. Meneer Verdonk, u komt officieel uit Utrecht hier. Ja. Gewoon nou, vanaf mijn 7e in Utrecht hoor. Dus, En toen u 17 of 18 was, bent u naar Nederlands-Indië gestuurd? 19. En dat was vanuit Overvecht? Nee, wij wonen nu 4,5 jaar op Overvecht. En wat was uw functie tijdens Nederlands-Indië? Ik ben bij de genie. Waarom bent u zo aanwezig? Ik ben hierbij betrokken geweest door, kijken we naar links toe, door Hans en Lies Hoogstraten. Die hebben we ooit een keer meegenomen. En sindsdien eigenlijk ben ik, als het kan, ben ik hier elk jaar om onze Utrechtse jongens te herdenken. Ik ben aanwezig omdat ik dit initiatief, wat nu eigenlijk al 20 jaar duurt, heel belangrijk vind. Dat mensen die een zwaar offer gebracht hebben in de oorlog. En de familieleden die vaak daar nog van over zijn en hier ook aanwezig zijn. Dat we die feiten herdenken. En u heeft ook gediend in Nederlands-Indië? Zeker, heb ik 3 jaar gezeten. Ja. 40 tot 50. En waar heeft u gezeten, weet u dat ongeveer nog? Nou, in de Molukkenmeer, hè. Op Java, Celebes en Ambon. Dus u bent nog een van de eerste en een van de weinigen die nog hier aanwezig is, samen met meneer Verdonk. Ja, ik ben nog tamelijk fit, dat gaat het, gelukkig wel, ja. Ja. Dan ga ik een hele brutale vraag, wat was uw leeftijd nu? Nu? Nou, bijna 92, dus daar kan je wel nagaan. En hoe kijkt u terug op die tijd, die 3 jaar? Ja, aan de ene kant moeilijk, maar aan de andere kant toch wel echt naar ons zin. Toch wel hoor. Maar de moeilijke dingen vergeet je en je onthoudt de mooie dingen.